Jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Hey Bob. Ja, wat is het probleem? Is er ook iemand jarig geweest deze week? Ja, er zijn wel twee kinderen jarig geweest. Oh, en wie dan? Nou, Lieke is jarig geweest en zij is wel 9 jaar geworden. Nou Lieke, van harte gefeliciteerd met je 9e verjaardag alweer, hè? Een grote meid word je alweer. En we hopen natuurlijk dat je heel veel cadeautjes hebt gehad. Dat je heel erg lekker taart gegeten hebt. Toch Bob? Ja, inderdaad. En wie was er nog meer jarig dan? Nou, Tijmen is ook jarig geweest. En hij is ook 9 jaar geworden. Nou, wat worden ze allemaal groot hè Bob? Ja, zeg dat wel. Nou Tijmen, ook voor jou nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we hopen dat jij ook een hele leuke dag gehad hebt. Precies. Zeg, juf Jantine. Ja, wat is er aan de hand? Gaat juf Jantine wel eens fietsen op zondag of zo? Ja, ik ga wel eens fietsen op zondag. Nu niet zo vaak. Nu is het een beetje koud. Maar zondag gaan we wel eens fietsen, ja. En ga je dan ook iets van bramen plukken of zo? Nee. Nou ja, eigenlijk doen wij dat niet zo vaak. We gaan gewoon lekker fietsen. Maar waarom vraag je dit eigenlijk? Nou, het verhaal van deze week gaat eigenlijk over dat mensen die mogen iets niet. Huh? Maar ik mag toch wel fietsen op zondag? Ja, dat mag je ook wel, maar in de tijd van Jezus mochten ze dat niet. Nee, natuurlijk mochten ze dat niet, want toen hadden ze nog geen fiets, hè, dus dan konden ze ook niet fietsen. Nee, nou heel grappig ben je weer hoor. Maar wat is er in de hand dan? Nou, Jezus is aan het wandelen met zijn discipelen op de Sabbat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de zondag. En zijn discipelen hebben heel erg honger. Maar dan gaan ze toch eten? Dan gaan ze dat toch doen? Nou, maar nou, dat mag dus eigenlijk niet. Want het is Sabbat en dan mogen ze van de Joodse, hele slimme Joodse mensen, van de geleerden, mogen ze geen eten plukken of zo. Oh, maar hoe komen ze dan aan eten? Nou, ze doen het toch. Ze plukken toch eten. Ze gaan graan plukken. Oh, en dan? Nou, die Joodse geleerden die zien dat en die worden een beetje boos eigenlijk. Want dat mag niet. Dat staat in de wet dat je niet, geen graan mag plukken op zondag. Want dan ben je aan het werken. Je mag niet werken op zondag. Oh, en nu krijgen ze nu straf dan? Of worden ze, die Joodse geleerden heel erg boos? Nee, want Jezus is erbij. En wat zegt Jezus dan? Nou, Jezus zegt dat God wil graag dat we op de Sabbat of op de zondag genieten van wat hij gemaakt heeft. En dat we hem eren, dus als we naar de kerk gaan of als we naar een kerkdienst kijken nu. En dat we extra aan andere mensen denken, dus dan gaan we vaker op visite op zondag en zo. En dat we genieten van zijn mooie wereld, dus alles wat hij gemaakt heeft. En dan mag je best bramen plukken of graan plukken of zo. Oh, dus eigenlijk, we mogen prima wandelen en fietsen en nou ja, gewoon lekker eten op zondag. Want dat wil God. Ja, dat klopt. God en Jezus willen graag dat we op zondag genieten van wat God gemaakt heeft voor ons. Ah, nou, dan moeten we dat vandaag maar gaan doen, hè. Moeten we maar genieten van wat God allemaal gemaakt heeft, hè. Nu lekker van de sneeuw, hoop ik dat die valt. En het is lekker koud, dus lekker binnen zitten, lekker spelletjes spelen en zo. Daar mag je best van genieten op zondag. Ja, zeker. Had je verder nog wat te vertellen? Nou, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Nou, dan zeggen we weer tot volgende week. Tot volgende week.